Goedemorgen allemaal. Nou, het is een prachtige ochtend zoals je kunt zien. En het is niet alleen een prachtige ochtend, maar het is ook een hele mistige ochtend. Ik ga even een klein ritje maken. Ik ga naar Berg op Zoom rijden. Ik rij nu in Hogerheide, of in Woensdrecht eigenlijk. En dat ga ik doen door de mist. Het is code geel, zag ik op internet. Dus dat is allemaal wegens het slechte zicht. En ik heb zelf net even voor de gelegenheid mijn koffers op de motor gedaan. Want sinds kort heb ik reflecterende strepen op mijn koffers. En ik denk, ja, ik heb geen extra lampen of mistlichten of zo. Dus een klein beetje extra zicht kan eigenlijk nooit kwaad, of een klein beetje extra gezien worden in dit geval. Dus ik rijd rond met mijn koffers waar bijna niks in zit. Ja, mijn regenpak en mijn slot. Maar puur voor de veiligheid, voor de reflecterende strepen aan de voorkant, die zijn wit, en aan de achterkant, die zijn rood. Ja, ik vind het tot nu toe, vind ik de mist allemaal heel erg meevallen. Ik vind het vooral heel erg mooi. Maar ze zullen niet voor niks waarschuwen. Het zal ook verschillen van plek tot plek natuurlijk, hoe erg de situatie is. Ik las dat als je in de auto gaat rijden met dit weer en je hebt automatische verlichting, dat je daar niet op moet vertrouwen, want die reageren alleen op licht en donker. Dus die denken, het is licht genoeg, dus ik rij zonder licht. Maar ja, die detecteren natuurlijk geen mist. Dus het advies is dan om eventjes je sowieso handmatig je dimlicht aan te zetten. Nou, en op de motor doe ik niet anders. Ik rij altijd met mijn dimlicht rond. Want bij dit model kan ik het niet eens uitzetten. Moet je nagaan. Kan ik het ook niet vergeten. Super handig. Ondertussen hoop ik dat de instellingen van de GoPro nog goed staan. Ik heb gisteren een ritje gemaakt in de schemer, eigenlijk ja, in het donker ook wel. Toen heb ik mijn GoPro ingesteld op de low light stand. Maar ik zag wel dat het beeld dan minder scherp is. Dus ik hoop niet dat dat invloed heeft op de beelden die ik nu maak. Maar goed, dat zien we nog wel. Ik weet ook niet wat de mist doet met de beeldkwaliteit. Op mijn helm, daar zit nu echt al na een paar minuten een ontzettende hoeveelheid condens. Ik reed eerst met mijn vizier open. Nou, toen besloeg mijn bril. Toen druk ik mijn vizier dicht. Dan beslaat mijn vizier dus vanaf de buitenkant wel te verstaan. Maar dan kan ik gewoon even met mijn handschoen over mijn vizier vegen en dan is het weer schoon. Ik vind het wel opvallend rustig eigenlijk. Ik zie gewoon de andere weggebruikers niet door de mist. Maar goed. Het is nu ook vrijdag, nu ik deze video opneem. Dus dat is altijd sowieso wel een iets rustigere dag. Veel mensen die al van hun weekend aan het genieten zijn, denk ik.
Ja, ik zei al, ik heb geen extra verlichting op mijn motor. Mijn motor leent zich er wel heel goed voor, vind ik. Er zitten van die valbeugels op, zeg maar. Van die off-road beugels rond het motorblok. Ja, daar zou ik natuurlijk prachtig van die sportjes op kunnen monteren. Maar ja, dat is er gewoon simpelweg nog niet echt van gekomen. Nou, ondertussen achter mij is een elektrische auto aan het bumper kleven. Heel vervelend. Schiet je niks mee op, hè? Je ziet hier wel dat, dat de mist wat dichter wordt. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat hier een soort een open veld is. Je ziet hier hoogspanningsmasten waar we onderdoor rijden. Nou, die staan nooit op heel dicht begroeide gebieden. Die hebben altijd een beetje de ruimte nodig. Er mag ook niet ondergebouwd worden en zo. En ja, dat zijn dan typisch de plekken waar de mist zich ophoopt, als ik het zo mag zeggen. Nou, we gaan eventjes rechtsaf hier. Dat ik even een stukje van Bergen op Zoom laten zien. Zag ik dat nou goed? Had hij nou een korte broek aan op zijn brommer? Ik moet er niet aan denken. Ik heb zelf de voeringen weer in mijn jas en in mijn broek gedaan. Omdat ik het toch wel wat fris vind worden. En bovendien kun je toch beter iets beschermende kleding aandoen als je, zelfs als je op de brommer rijdt. Als je een beetje zuinig bent op je huid. Je ziet links en rechts veel scholieren. Allemaal onderweg naar de scholen in Berg op Zoom. Berg op Zoom heeft een heleboel middelbare scholen allemaal dicht bij elkaar. Roncalli, Moller. Wat gaat die nou doen? Oké. Dus gaat hij parkeren of zo? Ja, oké. Maar goed, veel scholieren op de fiets naar school. En ik heb laatst begrepen dat veel van die middelbare scholieren ook gebruik maken van een elektrische fiets tegenwoordig. Ik dacht dat een elektrische fiets toch iets was voor oudere mensen. Sorry, vooroordeel. Want het blijkt niet te kloppen. Veel jonge mensen hebben ook een elektrische fiets, zodat ze gewoon wat langere afstanden kunnen afleggen. Ik ga gewoon eventjes rechtdoor. Ik pak even een klein stukje van de binnenstad van Berg op Zoom mee. Een beetje de toeristische route, hè. Ben ik expres vroeger van huis vertrokken. Dat ik eventjes wat extra tijd kon nemen, wat extra voorzichtig kon rijden. Vanwege de dichte mistsituatie. Nou, nu vind ik het echt alleszins meevallen op dit moment. Maar goed, je kunt je er maar door laten verrassen.
links in de verte zie je een kerktoren, tenminste in de verte, in de mist vooral. Dat is mooi hoor, de zon staat er wel mooi op. Ik heb net mijn handvatverwarming even aangezet trouwens. Dat is toch wel lekker op dit soort dagen. Ja, ik hoop dat je nog wat ziet, dat er niet te veel druppels op de GoPro lens zitten. Ja, als het te erg is, dan publiceer ik de video ook niet. Dus het feit dat je deze video ziet, dat geeft aan dat ik het nog wel acceptabel vond. We proberen dan ook echt wel iedere week een video te posten. Zo. Nou, ik ga hier rechtdoor. Langs de auto van Handhaving. Nou, gelijk al groen. Ik was al bang dat de stoplichtsensor mij niet zou detecteren omdat ik op de motor ben in plaats van op de auto. In de auto. Maar dat viel mee. Het werd heel snel groen. Ah, de Bosstraat in Bergen op Zoom. Deze straat gaat eigenlijk vlak langs de Grote Markt. Wat dan echt wel het centrum is van Bergen op Zoom natuurlijk. Maar het is ook een mooi straatje, een mooi klinkerweggetje. Daar zie je het provoosthuis. Mooi monumentaal pand. Biljarten en zo. En hier rechts reden we net voorbij de Maagd. De achterkant van de Maagd, van het theater. Ik vind de akoestiek hier in deze straatjes wel mooi. Je hoort mooi het geluid van mijn eencilinder weerkaatst tegen de gebouwen. We gaan de Lieve Vrouwenstraat in. En dan rijden we recht op de gevangenenpoort af. Dat is ook weer een mooi monument in Bergen op Zoom. Ik heb altijd heel erg de neiging om hier recht door te rijden. En dan recht onder de poort door te gaan. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Je buigt hier vlak voor de poort af. Ik ga hier heel even stoppen. Even kijken hoe het met de lens gesteld is. Moet ik even oppassen dat ik mijn microfoon niet... Ja, kijk, ik zie het al. Helemaal vol met condens. Even schoonmaken. Zo, welkom terug. Zo, nou geen idee of het vorige stuk van de video bruikbaar is. De lens zat zoals verwacht eigenlijk helemaal onder de condens. Het rijmt, dus het is waar. En dat is wel jammer. Want ik weet nog niet of ik die video kan gebruiken. Maar goed, dat is voor latere zorg. Nu kun je in ieder geval weer wat zien.
Maar we rijden nu door het scholengebied van Berg op Zoom. Heel veel scholieren hier. Heel veel bussen, fietsen, overstekende jeugd. Een auto met QR-codes erop. Laat je eten bezorgen. Aha. Er stonden langs deze straat hele hoge bomen. Nu zitten allemaal jonge boompjes. Dat is toch een heel ander zicht zo. Kijk, ik heb voorrang. Dank u. En hier links is de haven van Bergen op Zoom. En rechts is allemaal nieuwbouw. Er wordt echt waanzinnig veel gebouwd hier. Hier valt wel modder op de weg, daar moet ik even goed oppassen. Ja, in de bocht ook. Best link als je met de motor bent natuurlijk. Nou, ik denk dat ik hier even mijn video ga afronden. Bedankt voor het kijken. Ik heb gelijk groen. Dat is mooi. Kruising goed scannen. Ja. Goed, terwijl ik langs de brandweerkazerne rij, zeg ik bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende Motormobilist.